Landgenoten, met het Diwali-feest vieren wij de spirituele overwinning van het goede over het kwade. De overwinning van het licht over de duisternis. De overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid. Sat, Jyoti en Amrita. Waarheid, licht en gelukzaligheid. Wij bevinden ons als land in uitdagende tijden. Juist nu symboliseert deze boodschap van Diwali de transitie die wij als natie meemaken. Diwali is de tijd om de duisternis van ongeluk, van armoede en achterstand te verlaten. De tijd om samen te bidden voor en te werken naar gelukzaligheid, rijkdom en voorspoed. En juist dan, terwijl wij onze zegeningen vieren en deze dag wijden aan gebed, zelfreflectie en spiritualiteit, zullen we ook invulling moeten geven aan onze plicht om onze medemensen te helpen. In het bijzonder de armen, de zwakkeren in de samenleving. Ik roep je dan ook op om deze feestdag in harmonie met uw familie, naasten en alle Surinamers hier in Suriname, maar ook daarbuiten, gezamenlijk te vieren en uw geluk en zegeningen te delen met elkaar. Laten wij in eenheid ons land reinigen van kwaad en duisternis en gezamenlijk verlichten naar wijsheid en geluk. Laten we met z'n allen het licht aansteken en daarmee een nieuw tijdperk, een nieuw begin voor Suriname verwelkomen. Mede namens de First Lady, de regering en mijn familie wens ik u en uw familie in Suriname en daarbuiten een feestelijk en gezegend Diwali toe. Shubh Diwali.